Welkom bij de video-instructie Alerts en Historie. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van nieuwe artikelen over de onderwerpen die voor u relevant zijn, dan kunt u in Nexus een alert instellen. Nadat u een zoekopdracht hebt uitgevoerd, kunt u klikken op het wekker-icoon om een alert in te stellen. U voert vervolgens een naam in van de alert en eventueel een beschrijving. Via de knop Volgende komt u bij de verzendinstellingen. Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven of u de resultaten per e-mail wilt ontvangen of ze alleen online in Nexus wilt bekijken. De instelling Dubbele documenten groeperen is een handige optie wanneer u het aantal dubbele documenten in de resultaten wilt verminderen. In de derde stap geeft u de frequentie en het tijdstip aan voor de alert. Het laatste tabblad geeft u de mogelijkheid om de alert te tonen aan andere Nexus-gebruikers op uw account, zodat zij zich ook kunnen abonneren op uw alert. Klik op de knop Alert om de alert op te slaan. Uw opgeslagen alerts vindt u terug op het tabblad Alerts onder Alerts en Historie. Hier kunt u de resultaten van alerts bekijken, de alerts pauzeren, bewerken, kopiëren, verwijderen of delen met andere gebruikers. Het tabblad Beschikbare alerts toont de alerts die door anderen zijn ingesteld. U kunt zich abonneren op deze alerts of wanneer u zelf meer controle wilt hebben over de instellingen, dan kunt u de alert kopiëren en vervolgens zelf de instellingen kiezen. Naast ingestelde alerts vindt u onder het tabblad Alerts en Historie ook uw recente zoekvragen en de recent bekeken documenten, zoekvragen die u eventueel hebt opgeslagen en wanneer u gebruik maakt van Nexus Analyzer ook de analyses die u hebt opgeslagen.